De spuikleppen van de Afobakadam blijven door de aanhoudende hoge waterstand in het Stuwmeer tot en met augustus 2022 open. Staatsolie Power Company Suriname NV SPCS is in nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing NCCR om de situatie in de dorpen stroomafwaarts nauwlettend in de gaten te houden. De spuipoorten van de Afobakka Waterkrachtcentrale staan vanaf 2 maart open en het vooruitzicht is dat het spuien wordt voorgezet tot en met augustus. Het lozen van water is noodzakelijk omdat het niveau in het Stuwmeer op het werkmaximum van 264 voet of ongeveer 80,5 meter zit. Vanaf januari tot en met maart 2022 is er door de aanhoudende regens een groter volume water dan normaal in het meer gestroomd. Het spuien is nu gericht op het gelijkhouden van de waterstroom om te voorkomen dat de waterstand het maximum van het meer bereikt.